Welkom allemaal bij een studium generale over huilen. Waarom doen mensen dat eigenlijk? En kun je dat gedrag verklaren, die emotie verklaren uit de evolutie? Doen dieren het ook? En zegt huilen iets over de mate van onze empathie en over onze moraal? Dat zijn allemaal vragen waar we het vanavond over gaan hebben. Onze spreker is Ad Vingerhoets. Hij was hoogleraar emoties en welbevinden. En hij is mondiaal gezien een van de allergrootste experts op het gebied van huilen. Eerst een hartelijk applaus. De enige huilprofessor van de hele wereld, Ad Vingerhoets. Nou, Hiska, dank u wel voor die mooie introductie. Ik ben inderdaad Ad Vingerhoets, met de eretitel huilprofessor. Bij Abbasia en Adriaan komt ook een huilprofessor voor, maar ik ben de enige echte. En ja, ik heb me zo'n 35 jaar bezig gehouden met dit onderwerp. En ik vind het leuk om met jullie een aantal onderzoeksbevindingen en inzichten te delen. Laten we maar snel van start gaan, want ik heb veel te vertellen. Nou, het menselijk huilen, dat bestaat in feite dus uit twee componenten. Dat is al goed om dat te realiseren, die eigenlijk min of meer gescheiden zijn. Je hebt enerzijds dus de akoestische of de vocale component, hè, wat we vooral bij baby's natuurlijk zien. En dat is wel eens omschreven, ik vind dat prachtig, ik ben er jaloers op, ik had zelf graag willen verzinnen, maar als de akoestische navelstreng. Dat benadrukt inderdaad op een hele mooie plastische wijze dat huilsignaal bedoeld is om het contact met de moeder te waarborgen. En ook als dat contact verloren is, om ervoor te zorgen dat het weer snel hersteld wordt. Zelfs als we even teruggaan in de oertijd, het begin van onze evolutie. Stel dat de moeder haar kind kwijtraakte. Zelfs in het donker of in dichte begroeiing, als dat kind begon te huilen, dan kon het snel weer met de moeder herenigd worden. Dus een heel belangrijk gedrag is dat. Nou, en dan heb je die visuele component, die eigenlijk vrij uniek is. Maar daar ga ik het eigenlijk nog even over hebben voor mensen. En die komt ook iets later. Dus een baby die huilt onmiddellijk bij de geboorte al. En dan duurt het nog een paar weken voordat de eerste tranen komen. Dat is wel belangrijk. En terwijl dus je kunt zeggen dat akoestische signaal, dat verspreidt zich dus in alle richtingen en daar alarmeer je iedereen in je omgeving, vriend en vijand. Dat is dus een beetje het probleem. Niet alleen vriend en je moeder, maar ook vijanden kunnen daardoor aangelokt worden. En die visuele component kun je zeggen, ja, dat is voor meer intieme interacties. Dus dat is wel belangrijk om dat te realiseren. Nou, wat zijn nou die verschillen tussen mens en dier? Tot voor kort werd altijd gezegd van, nou, we zijn in twee opzichten verschillen mensen en dieren. A, het is zo dat bij dieren het huilen zich beperkt tot het vocale huilen, dus geen tranen. Dat is één beperking. Tweede is dat de dieren, met uitzondering van bijvoorbeeld honden, maar de meeste, dan praten we trouwens over zoogdieren en sommige vogelsoorten nog. Het is beperkt tot de kindertijd, tot het jonkies zijn. En het diermodel voor huilen is ook van, haal de jonkies weg bij de moeder. Ze beginnen te piepen of iets en dat noemen we met de technische term separation call of distress vocalization. Maar nou is net dit jaar zijn er ook een paar publicaties van Japanse onderzoekers en die lijken gevonden te hebben, bijvoorbeeld bij honden, dat als die met hun baas herenigd worden, dat die dan ook meer traanvocht gaan produceren. En bij muizen hebben ze ook gevonden, als je die pijn doet, dat ze meer traanvocht gaan produceren. Ook als ze zogen, met de jonkies dus, dat ze meer traanvocht produceren. En ook bij een hereniging met jonkies. En dat zogen, dat is op zich wel interessant. Er is in 1995
85 of zo, denk ik, is eigenlijk het enige grote onderzoek geweest van een Amerikaanse biochemicus. En die had een hele grote enquête georganiseerd onder mensen die zich professioneel met dieren bezig hielden. Met dierenartsen, verzorgers in dierentuinen, et cetera, et cetera. Met de vraag van, heb je ooit een dier met tranen zien huilen? Nou, niemand had dat gezien. Van die mensen die professioneel met die dieren. En toen kreeg je vervolgens natuurlijk een hoop brieven van onze Fikkie, die heeft toch echt wel gehuild en onze goudvis heeft gehuild en weet ik veel wat. Maar er is nooit eigenlijk een videobeeld van. Maar dan was er wel, een aantal jaren geleden verscheen er een documentaire, The Weeping Camel. En daar wil ik een stukje uit laten zien, want dat is toch wel interessant. Wat is het verhaal? Dit is een documentaire uit Mongolië. En die kameel, die heeft dat jong, dat is een albino, die is wit, hè, die heeft die verstoten. En toen heeft die boer, de eigenaar van de kameel, die heeft een soort sjamaan ingeroepen. En die is nu bezig met die muziek, om een soort ceremonie, een ritueel te doen, om die moeder dat jong weer te laten opnemen. En je ziet de moeder staat het jong weer toe om te zogen. Maar je ziet, dan moet je eens kijken naar die ogen. Op dat moment dat zogen gebeurt dus, dan zie je dus ook dat die kameel, kijk, die gaat dan ook tranen produceren. En dat is op zich wel een interessante gedachte, ook nou we dat gezien hebben, dus dat die Japanners dat bij die muizen hebben gezien. Dat zou te maken kunnen hebben met het hormoon oxytocine. Dat is een hormoon, ook wel bekend als liefdeshormoon, hè? Maar het is ook vooral het hormoon wat zorgt voor de band tussen moeder en kind. En het zorgt ook dat de moedermelk wordt aangemaakt, het aanmaak van de moeder. Dus dat daar zit, dat is wel een interessante observatie dus. Oké, niettemin kun je dus zeggen, als dieren huilen, dan is dat toch vrij uitzonderlijk. En het wonderlijke is natuurlijk, ik zei van, zowel bij die muizen als bij die honden, eigenlijk is dat wel verrassend, ze zagen dus meer traanvocht op het moment bij hereniging. Terwijl we dus als we kijken naar dat vocale huilen, dat zien we dus vooral bij de scheiding. Dus dat roept nou weer vragen op, hoe zit het dan precies? Is dat zo dat dat echt heel andere systemen zijn bij die dieren? Bij ons gaat dat toch een beetje samen, vocaal huilen en produceren van tranen. Dat zijn allemaal nog vragen waar we nu plotseling mee te maken hebben. Goed, maar de vraag is niettemin van, waarom is de mens bijna de enige soort die emotionele tranen plengt? Om daar een antwoord op te formuleren, moet je eerst al je realiseren dat er ook nog andere verschillen tussen mens en dier zijn. En één belangrijk verschil is dat een mensenbaby ongelooflijk hulpeloos is. Vergelijk het met een aapje. Onze nabije familieleden in het dierenrijk, die kunnen zich aan de huid vastklampen. Dat kan een mensenbaby niet. En een gansje of een eendje, zo gauw die uit het ei is, dan kan die de moeder al volgen. Nou, dat kan een mensenbaby ook niet. Dus dat is een belangrijk verschil. En als je dus ziet, hoe is nou zo'n hulpeloze baby, hoe is die nou in feite toegerust, uitgerust om toch te overleven? Nou, dan is dat op de eerste plaats een uiterlijk. Dus dat mooie ronde hoofd, die grote ogen, hoge voorhoofd. Dat uiterlijk, roept eigenlijk bij ons al automatisch een vertederingsreactie, een verzorgingsreactie uit. We komen onmiddellijk in de verzorgingsmodus als we dat zien. Het is niet alleen met de baby, maar hier zie je dat hondje en eigenlijk alle jonge dieren hebben dat ook.
En het interessante is dus dat die Mickey Mouse en die teddybeer, die hebben de huidige versies daarvan, die hebben dat ook. Eigenlijk leuk als je kijkt, de allereerste versie van de teddybeer en van Mickey Mouse, die waren veel slungeliger. Die hadden niet die ronde vormen. Hè. Maar dankzij deze inzichten, hè, van, dat heet babyschema-effect, die automatisch dus die vertederingsreactie oproept en dus een verzorgingsreactie, is dat zo in die cartoon-industrie hebben al die dieren die vormen aangewend gekregen. En zelfs dus de Volkswagen kever nog wel. Dat is dus het uiterlijk. Dan hebben ze nog beperkt gedrag. Nou, dat is een glimlach. Heel succesvolle verleidingsstrategieën om aandacht te krijgen van moeders en van volwassenen. En dan hebben ze natuurlijk die alarmreactie, hè, dus dat huilen. En in feite zie je dat, wanneer doen ze dat? Uiteraard als ze honger hebben, als ze een natte luier hebben, et cetera, et cetera. Maar zoals je in deze dia ziet, met name ook, net als dat bij die zoogdieren het geval is en bij die vogels, als je ze scheidt van de moeder. In deze dia zie je, dus dat zijn pasgeboren baby's en die worden hier in de blauwe groep, die worden na de geboorte verwijderd van de moeder, die worden apart in een eigen wiegje gelegd en zoals dat vroeger ging, zelfs misschien nog wel op een andere kamer dan waar de moeder lag. Nou, dan zie je, daar wordt veel gehuild. Hier, in die rode conditie, daar wordt dus alleen hier gehuild, daar wordt de baby bij de moeder op de borst gelegd. Het kangeroeën, het huid-op-huid contact. En dan zie je dus dat die baby's helemaal niet huilen. En die gele, dat is tot hier, tot dit moment, werden ze net als de blauwe dus verwijderd van de moeder. En vanaf dit moment werden ze bij de moeder op de buik gelegd, net als deze. En je ziet dus hoe belangrijk dat is, dat huid-op-huid contact tussen moeder en kind. Dat is wel één ding. Daarnaast, wat ook nog van belang is, het kind is niet alleen hulpeloos, maar het heeft ook een ontzettend lange kindertijd. Dat hebben dieren niet. Dieren die worden in de regel ready-made geboren. Die hersenen zijn er eigenlijk al meteen uitontwikkeld. En die zijn zowel met hun gedrag als met hun uiterlijk, zijn die perfect, passen ze in de omgeving waarin ze, waarin ze verkeren. Hè? Dus ga naar een dierentuin, dan zie je van al die dieren, deze diersoort leeft in de bergen, deze leeft op de steppen en deze leeft in de jungle. Nou, die dieren zijn daar allemaal met hun gedragsrepertoire en met hun uiterlijk perfect op die omgeving aangepast. Het probleem is, als die omgeving gaat veranderen, zoals nu het geval is, hè, met die klimaatveranderingen, dan zie je dat die dieren in de problemen komen, want ze hebben niet die flexibiliteit. Nou, het unieke van de mens is dat onze hersenen, die ontwikkelen zich tot 20, 25 jaar. In die periode worden we ook wel eens leermachines genoemd. En we kunnen zodoende op alle mogelijke verschillende omgevingen kunnen we ons aanpassen. Dankzij ook met name natuurlijk het feit dat we in die periode kunnen profiteren van de bescherming en van de adviezen van volwassenen en de hulp. En dat is dus een periode waarin eigenlijk zou je kunnen zeggen die tranen ideaal zijn, omdat je die tranen dus heel gericht kunt inzetten op een bepaalde persoon. Dus ik zei het toen straks al, als je vocaal huilt, ja, dat hoort iedereen. Maar als ik met tranen werk, dan kan ik die heel gericht inzetten met mijn moeder of mijn partner. En dat gebeurt zo ook, zoals u straks zult zien. Dus dat is volgens ons de verklaring dus waarom dat mensen vrij uniek zijn met dat emotionele huilen en met tranen. Dan kun je natuurlijk nog afvragen van waarom tranen? Waarom niet iets anders? Waarom
gaan we niet met de oren flapperen of waarom wordt de neus niet rood of weet ik veel wat. Dat heeft wellicht te maken, volgens ons, daar zijn hele rare ideeën over. Ik schaam me als wetenschappers voor dat collega's met zulke verklaringen durven te komen. Bijvoorbeeld één zegt van ja, dat kwam omdat we toen onze oermensen die gingen lijken verbranden en door die rook van die lijkverbranding, daarom gingen ze tranen en daar was de combinatie. Nou, dat is zo'n kletsverhaal wat evolutionair gezien niet houdbaar is. Een andere die zei van, nou, dat, weet je waarom dat komt, dat wij gaan huilen? Omdat onze voorouders, die hadden de gewoonte om elkaar op de neus te slaan. En als je op de neus slaat, dan ga je tranen, krijg je traanogen van. En zo is dat allemaal onzin. Onze verklaring is als volgt. Je moet kijken naar de baby's, daar begint het. En het bijzondere van baby's is, als je dat ook vergelijkt met andere dieren die dan piepen of zo. Kijk, je ziet het hier heel goed. Die ogen die doen erg mee. De spieren van de ogen die worden dichtgeknepen. En dat doen dieren niet als ze huilen. En omdat wij dus op onze oogbol hebben wij zenuwen, sensorische zenuwen, die als er iets mis is, die nemen dat waar. Hè? Als er een vuiltje in het oog zit of als we ui aan het snijden zijn, maar ook als de wind in het oog blaast, et cetera, dan zie je dus, dan worden die zenuwen geprikkeld en daardoor gaan we tranen maken ter bescherming. En dus denk ik dat op die manier die koppeling tot stand is gekomen tussen een vocale huilen en het tranen produceren. Nou, even over tranen. Waar komen ze vandaan en hoe zit het precies? Want er zijn drie soorten tranen. Dat is wel belangrijk om je dat te realiseren. Je hebt eerst de basale tranen. Dat zijn tranen die in feite met elke oogknippering worden die als een soort film over de oogbol gelegd. Dat is ter bescherming van het oog ook en ter voeding van het oog. En dat zijn traankliertjes die zitten onder je ooglid dus. Dus dat heeft helemaal niks met emoties te maken. Dan heb je de reflex- of irritatietranen. Dat zijn dus de tranen, vuiltje in het oog, wind, uien, et cetera. En de emotionele tranen, en die worden allebei uitgescheiden door de grote traanklier, zoals we dat noemen, en die liggen hier onder je wenkbrauw, hier aan de buitenkant van je oog. Hier op dit plaatje kun je dat zien. Dus hier zit die grote traanklier. En daar komt dan daar komen die tranen zo vandaan en die verdwijnen dan daar weer in de punt bij de neus, eigenlijk zo weer terug het lichaam in. Nou, en hier onder die ooglid, zowel boven als beneden, daar heb je die meibomklieren, die basale tranen uitscheiden ter bescherming en voeding van het oog. En ja, je ziet hier, dit zijn ingewikkelde plaatjes, maar waar het om gaat, wat ik hiermee wil aan. Dit zijn de hersenen en hier heb je de ogen. En in het geval van die basale tranen, nou ja, daar is eigenlijk geen invloed van de hersenen. Dat is gewoon een autonoom proces. Elke keer als we knipperen, dan gebeurt dat en daar. En dan hier, die reflextranen. Dan heb je wel iets te maken met een kern in de hersenen, een schakelcelletje. Want ik zei al, hè, er zitten dus bepaalde sensorische zenuwen in het oog. Hè, en die detecteren dat er een vuiltje in zit of iets. En die geven dan een signaal aan dat schakelcelletje. En dat schakelcelletje geeft dan een signaal naar de traanklier, even die oog schoonspoelen. Hè? Dus dat is gewoon een reflexkring in feite zo. Hè. Daarom heet ze ook reflextranen. Nou, in het geval van emotionele tranen, dan wordt ook die grote traanklier wordt aangezet. Ook weer vanuit dat celletje.
Maar dan is dat celletje wordt dan aangestuurd, niet vanuit het oog zelf, net als hier, maar vanuit het emotionele brein. Dus die traanklier die wordt of aangestuurd vanuit het oog zelf, ter bescherming van het oog, of vanuit de hersenen als we emotioneel zijn. Zo werkt het, heel kort gezegd. Als we huilen, het is niet alleen tranen. Tranen is wel heel kenmerkend, maar er gebeurt nog van alles. En wat ik ook nog wel belangrijk is om te zeggen, die traanklier hier, dat is belangrijk om te weten, dat is dus geen blaas. Het is niet zoals een galblaas of een urineblaas, het is niet een zakje waar tranen in zitten en waar ze dan uitkomen. Nee, die traanklier die maakt die tranen onmiddellijk uit het bloed. En je hebt hier een bijzondere opname. Dat is een infrarood opname van iemand die gaat huilen. En dan moet je dus opletten wat er gebeurt. Dan moet je weten dus dat de kleuren die geven, die staan voor temperatuur. Hè? Dus dit is hoge temperatuur en blauw en groen, hè, dus hier de neus en de haren, dat is koud. Hè, relatief koud. Dit is heel warm. Nou, dan zie je, moet je eens gaan kijken wat er dadelijk staat te gebeuren. Je ziet al hier een tranen komen dadelijk, die iets kouder zijn, zul je merken. Kijk daar, de traan die slikt ze in. Hier zie je traan lopen, zie je, die is ook wat... Wat kouder dan de rest. Hè? En je ziet hier die neus. Die warmt ontzettend op. En ja, dat was eigenlijk wel verrassend, dat wisten we niet. Maar dat zal waarschijnlijk dus wel te maken hebben dat er een enorme bloedstuwing is hier naar deze kant van het gezicht. Om inderdaad dus te zorgen dat die tranen extra bloed krijgen. Om op die manier, zodat er traanvocht ontwikkeld kan worden. Nou is het zo dat, ik heb al gezegd, huilen doen we in feite als baby al. Hè? Ik gaf die voorbeelden van een vieze luier, honger, kou, etcetera, en gescheiden worden. Maar we zien dus dat met het ouder worden, want we doen het eigenlijk van de wieg tot aan het graf huilen, de meeste van ons. Maar dan zie je ook dat er allerlei ontwikkelingen zijn. En dat is vreselijk interessant om daar eens goed naar te kijken. Wat valt sowieso op? Nou, afname van het vocale huilen. Hè, dat krijsen, dat doen we niet meer zo erg. Dat is vooral iets voor baby's en kinderen. Het belang van tranen wordt relatief groter. Hè. Verder zie je het seksenverschil. Volwassen. Ben ik dat? Volwassen vrouwen die huilen 2 tot 5 keer, of tot zelfs 10 keer in extreme, zo vaak als volwassen mannen. Maar bij baby's is dat niet zo. Als er al verschillen zijn tussen jongetjes en meisjes, dan is het misschien nog wel zo dat jongetjes iets meer huilen dan meisjes. Dus ergens gaande de ontwikkeling ontwikkelt zich dat seksenverschil in huilen. Wanneer dat plaatsvindt, dat weten we niet precies. Er is wel geopperd dat dat te maken zou hebben met het secundaire geslachtsverschil. Dus op het moment dat de hormonen belangrijk gaan worden, hè, dus bij het begin van menstruatie en zo. Hè. Maar dat hebben we onderzocht. Meisjes in dezelfde leeftijd die wel of niet menstrueren, die verschillen niet in huilgedrag. Dus daar ligt het zeker niet aan. En we hebben ook al gevonden dat rond het 9-10 jaar, dan zie je al dat verschil ontstaan. Daar zijn dus andere factoren in het spel. En wat heel belangrijk is, de aanleidingen om te gaan huilen, daar zie je belangrijke ontwikkelingen. Die deels samenhangen met bekende
socio-emotionele ontwikkeling. Maar voor een deel is dat ook een beetje verrassend wel. Ik heb hier een onderscheid gemaakt tussen vijf soorten tranen. De eerste, die blijven dus het hele leven van belang. De tranen die we vergieten na scheiding of verliessituaties. Dus we zeiden het al, van die baby's halen ze weg bij de moeder en ze gaan huilen. En eigenlijk op latere leeftijd rouw en liefdesverdriet en heimwee. Dat zijn bij uitstek de situaties, de sterke situaties waarin we tranen huilen. Wat ook belangrijk blijft, dat is machteloosheid en frustratie. Blijft heel het leven van belang. Is heel sterke uitlokken. Dus het is niet zozeer, de meeste mensen, het eerste waar ze aan denken bij tranen, dat is verdriet. Nee, het is niet verdriet. Het is meer machteloosheid, hulpeloosheid. Of verlies, ja, dat is dan vaak wel verdriet. Hè? Nou, wat heb je verder nog? Huilen om fysieke pijn. En dat is een beetje verrassend, want dat is dus voor kinderen, tot aan pubers, is dat heel belangrijk. Maar volwassenen en ouderen, wij, dat is vrij uitzonderlijk dat wij huilen vanwege fysieke pijn. Dat doen we niet zo vaak. Maar, terwijl dit dus afneemt, zie je ook dat er een paar zaken zijn die juist toenemen. Empathie en medelijden. Dus we huilen steeds meer als we ouder worden. Niet alleen om het verdriet en het lijden van onszelf, maar ook het verdriet en het lijden van anderen. Dus dit zie je, dit weerspiegelt dus in feite de ontwikkeling van ons empathisch vermogen. Dus als we meer empathisch worden naarmate we ouder worden, dan zien we ook dus dat we ook om die redenen vaker gaan huilen. En zelfs als we naar een film kijken, waarbij we, wat helemaal fictie is, maar we kunnen ons identificeren met de hoofdpersoon of zo. Hè, en zelfs dus cartoons, Bambi en zo, hè, dus gaan we allemaal van huilen. Hè. En nog een andere soort tranen, dat noem ik morele of sentimentele tranen. Een beetje een wonderlijke koppeling misschien, maar ook dat is een beetje vergelijkbaar met empathie en medelijden, neemt vooral toe met het ouder worden. Dus we huilen niet alleen om negatieve situaties, maar ook eigenlijk om de positieve tegenhangers van al die negatieve situaties. Komt dan... Dus als je het eens samenvat, wat maakt volwassenen aan het huilen? Heb je dus enerzijds allerlei negatieve situaties. Hè? Verlies, rouw, echtscheiding, afscheid, conflict, eenzaamheid, nederlaag, et cetera. En dan worden we ouder en dan eigenlijk al die negatieve situaties hebben een positieve tegenhanger. Die ook ons makkelijk... Of soms zelfs nog wel makkelijker bijna aan het huilen maken dan die negatieve situaties. En als je het hebt over de emoties. Dit zijn een aantal emoties die ons aan het huilen kunnen maken. Maar vooral wanneer er een koppeling is met wat ik toen net al zei. Met dat machteloosheid of... Dat is iets positiever met overweldigd zijn. Dus dat is het idee ook van waarom huilen we bij mooie muziek of bij een mooie zonsondergang of zoiets. Een van de mogelijke verklaringen is ook dan dat we ons eigenlijk overweldigd voelen door de schoonheid. We voelen ons klein en nietig, ook ja, een soort machteloosheid. De meer positieve vorm van machteloosheid. Die zou ons dan ook aan het huilen maken. Hè. Dat is ook die kapel van Rothko ergens in Texas. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die daar naar binnen gaan en die dan in tranen eruit komen. Ook omdat ze gewoon helemaal zich overweldigd voelen. Ze weten niet hoe dat ze moeten reageren. Wat is ook nog interessant om meer te weten over de functie van tranen.
Nou, hoe laat, ja, dan weet ik niet of dat precies zo interessant is, maar er komen wel interessante dingen uit. En waar en wie is er bij ons? En dit zijn best opmerkelijke data, want die hebben we dus in 4 onderzoeken gevonden. En je ziet dus dat onze toptijd om te huilen, ja, dat is nou. Hè? Dus ik zou zeggen, wat belet je? Hè? Dus je ziet zo ongeveer tussen 8 en 10 uur, hè, dat is de toptijd, zowel voor mannen als voor vrouwen, om te gaan huilen. En hier, 's morgens om 4 of 5 of 6 uur, nou, dan lukt het niet zo met de tranen. Hè? En, nou ja, en wat erbij hoort, dit is dus vooral als we thuis zijn. En wie zijn erbij? Of we zijn alleen. Maar ook vaak, hè, dus eigenlijk in 75% van de gevallen gaat het hierover. Hè. En dan, we zijn of alleen, maar vaak is er onze romantische partner of onze moeder bij. Hè, dus we huilen vooral in gezelschap van intimi, van mensen waarvan we verwachten dat die positief op onze tranen zullen reageren. We houden er niet zo van om te huilen in het bijzijn van vreemden. Tenzij er een herdenkingsbijeenkomst is en we daar allemaal met dezelfde reden zijn of zo. Hè. Dat is een beetje een aparte situatie. Hè. Maar anders is het dus vooral van de mensen van wie we het meest verwachten dat ze positief op ons reageren, dat ze ons zullen steunen. En je ziet ook, ja, waarom is dit zo? Ja, daarom, hè, dus omdat we vertrouwd zijn. Maar het kan natuurlijk ook nog mee te maken hebben, dit is misschien het moment dat we conflicten hebben met onze partner of met onze kinderen. Maar ook misschien het moment dat we naar mooie muziek luisteren of dat we naar een tranentrekker kijken. En misschien speelt ook nog mee dat we vermoeid zijn na een dag hard werken. Het zijn allemaal factoren dus die eigenlijk daarin mee kunnen spelen. En wat wij waar we ook achter kwamen, is dat er best wel veel, wat een beetje aansluit wat ik toen net vertelde, sprake is van uitgesteld huilen. Er gebeurt iets op de werksituatie en dan hou je je tranen in. Of je vlucht naar de wc en dan ga je naar huis en dan vertel je dat tegen je partner en dan komen de tranen. Hè? Dus dat is heel belangrijk, wie is bij je? Nou, dan de gevolgen van tranen. Ja. Voor de persoon zelf, hè, wordt overal beweert, als je op internet kijkt en alle populaire tijdschriften, huilen lucht op, huilen is gezond. Heel veel artikelen, 7 redenen waarom huilen gezond is, 8 redenen waarom huilen gezond is, de andere 10 redenen waarom huilen gezond is, et cetera, et cetera. Ik heb hier een mooi filmpje, dat wil ik u niet onthouden. Ze beweren nogal iets in het filmpje. Hè. Eigenlijk zeggen ze van 1 keer per week een potje janken en we hebben eigenlijk geen psychiaters en psychologen meer nodig. Hè. En in feite zeggen ze dus ook dat in 3 opzichten
dat huilen gezond is. Ze zeggen dus van, je moet gewoon één keer per week janken, lees maar een verdrietig boek of kijk maar naar een jankfilm. Dus als je helemaal geen reden hebt om te huilen, dus je moet in feite zo naast je workout, eerst even naar de fitness en dan daarna even een potje janken, dan, dat helpt. Dat is wel een heel sterke statement en een heel sterke claim, dat het een gezonde leefstijl zou zijn. En dan zeggen ze, it can reduce stress. Hè? Dus als je last hebt van stress, of misschien als je verdriet hebt, dan moet je huilen, want als je niet huilt, dan wordt het misschien erger. Dan ontwikkel je misschien wel een zware depressie of zo. Dat is weer net een iets andere manier. En dan zeggen ze ook nog in feite van dat het een soort therapie is. Als je eenmaal zwaar gestrest bent of depressief bent, dan moet je huilen en dan word je weer beter. Het zijn drie verschillende soorten claims van waarom huilen gezond zou zijn. Nou, er is voor werkelijk geen van die claims is er ook maar enige evidentie. Wat betreft therapieën, er zijn vroeger wel waren er huiltherapieën, screamtherapie, die staan op de zwarte lijst van niet werkzame therapieën. Dat huilen net als hardlopen en weet ik veel wat gezond is, nou, daar is ook gewoon nul evidentie voor. Het is niet onderzocht hoor, dus ik kan niet uitsluiten van misschien als we het gaan onderzoeken dat het wel zo zou zijn hoor. Dat voorbehoud moet ik maken, maar er is vooralsnog geen reden om dat te claimen. En dan, ja, als je verdrietig bent en als je gestrest bent, dat het dan slecht zou zijn als je je tranen inhoudt. Daar zit misschien nog een kern van waarheid in. Als je het inhouden van die emoties dan ziet als onderdeel van een groter algemeen patroon van het inhouden van je emoties. En zelfs ook bijvoorbeeld niet met anderen over je problemen praten en zo. Er zijn mensen die zijn inderdaad wat we noemen sociaal geïnhibeerd, dus die uiten geen emoties en die praten niet met anderen over hun ellende. Nou ja, maar dan is niet alleen dat huilen, maar dan is nogmaals dat grotere geheel. En dat, ja, misschien dat daar wel iets in zit. Dan de vraag, lucht huilen op? Ja, dat is interessant. Het antwoord wat je krijgt, dat hangt heel sterk af van hoe dat je het vraagt. Als ik u zo zou vragen van, en wie van jullie vindt dat huilen oplucht? Nou, dan is mijn inschatting, tenminste op basis van onze grotere onderzoeken, zo ongeveer 75-80% die zegt van, ja, ik vind dat huilen oplucht. Maar dan, als we dan vervolgens vragen, tracht eens de laatste keer dat je gehuild hebt in herinnering te nemen. Wat gebeurde er, wie was erbij, wat was de aanleiding, welke emoties. En hoe voelde je na het huilen vergeleken met daarvoor? Probeer dat terug te halen. Dan zegt 50%, ik voelde me beter. 40% zegt van, geen verschil. En 10% zegt, ik voel me slechter na het huilen. Datzelfde hebben we gedaan in een dagboekonderzoek. Kijk, bij die laatste keer huilen, voor sommigen is dat al weken of soms zelfs maanden geleden. Dus ja, hoe betrouwbaar is dat? Hoe betrouwbaar kunnen mensen dat? Hebben we een dagboekonderzoek gedaan voor 2 maanden en gezegd van elke dag, 's avonds voordat je bed ging, even je stemming snel even aangeven en als je gehuild hebt, die dag ook nog een paar vragen beantwoorden en hoe voel je na het huilen vergeleken bij daarvoor. In dat onderzoek, 30% zei van ik voelde me na het huilen beter dan voor het huilen. En als wij mensen in het laboratorium uitnodigen en we laten ze een jankfilm zien en we vragen dan na die jankfilm van hoe voel je, dan zegt 100% ik voel me slechter. Zonder uitzondering. Ja, dus hoe zit het nou? Lucht huilen op of lucht huilen niet op? Nou, wat wij ons toen realiseerden, is dat, nee, die vraag is niet goed. We moeten niet vragen lucht huilen op.
Maar de betere vraag is, voor wie en onder welke omstandigheden lucht huilen op? Als we het zo formuleren, dan komen we mogelijk verder. Dan kunnen we vooruitgang boeken. En daar kwamen eigenlijk drie belangrijke factoren uit. Het eerste, de kenmerken van de huiler. Dat was bijzonder. Want het bleek dat je eigenlijk al goed in je vel moet zitten, wil je zeggen van dat huilen, dat ik voelde me na het huilen beter. Dus met andere woorden, mensen die een burn-out hadden, of mensen die depressief waren, dus juist de mensen die het nodig hadden, die zeiden nooit van, hè, dat lucht lekker op dat huilen. Alleen mensen die zich al goed voelen. Dan de aard van de huiluitlokkende situatie. Waarom? Wat maakte je aan het huilen? Dan hebben we een globaal onderscheid gemaakt tussen controleerbare situaties. Dus situaties waar je in principe nog invloed op hebt, een conflict situatie bijvoorbeeld, versus oncontroleerbare situaties. Prototype daarvan is natuurlijk het overlijden van iemand. Daar kun je niks aan doen. Nou, wij vonden dus dat na zo'n oncontroleerbare situatie, bijvoorbeeld een overlijden, dan zeggen de mensen bijna altijd van dat het huilen niet oplucht. Dat het huilen oplucht, dat zeggen ze veel meer in principe controleerbare situaties. En dan de derde factor, extreem belangrijk, dat is simpelweg de reacties van anderen. Als er anderen bij zijn en die bieden troost, die zeggen van kom maar even knuffelen en ik zal je wel helpen, wat is er aan de hand? Ja, dan voel je je goed. Maar als die anderen je uit gaan lachen en als die boos worden en je schaamt je vanwege je tranen, nou dan is die opluchting ver te zoeken. En dus je kunt je dan al afvragen, ja, gaat het eigenlijk wel om het huilen of gaat het gewoon om de reacties van anderen? Maar het probleem is een beetje van, hoe zit het dan met huilen als je alleen bent? Dan zou je zeggen, van dan heb je altijd een negatief effect. Nou, en dat, in het laboratorium is dat ook zo. Hè? Dan zit je ook in feite alleen naar zo'n film te kijken. Hè? Nou, dan vind je dus inderdaad typisch zoiets. Hè? Dus voor de stemming positief gestemd. En kijk naar zo'n verdrietige film en dan na die film, hier heb je gehuild. Dus hè? Dit zijn allemaal huilers. Deze, die niet huilen, doen hier niet mee. En dan die nameting, die zijn allemaal zwaar negatief. En dit is al 6 keer gevonden, dus dat is een ijzersterk effect. Maar wat wij nou hadden gedaan, wij dachten van, maar we moeten misschien toch eens, hoe verloopt dat dan verder? En dat hebben we dus na 20 minuten en na 90 minuten nog een keer gemeten. En dan, ja, dan zie je van, hé, is het misschien toch, als je dit dan vergelijkt met dit punt, zou je dan toch nog wel je beter voelen? Lijkt er wel op, hè? Maar ja, anderzijds is het zo, kijk, als je in zo'n dieptepunt zit, dan zul je altijd wel terugkomen op je basisniveau. Hè? Ook als je niet gehuild hebt. Hè? Dat je hier gehuild hebt, dat heeft waarschijnlijk hier niks mee te maken. En dat blijkt ook wel. En er zijn dus mensen die toch dit als een beetje een aanwijzing zien dat je door te huilen je wel beter voelt. En dan, ja, hoe zou dat dan komen? En dan zeggen ze van, nou, dat zou bijvoorbeeld komen doordat door het huilen, dat je, we noemden het toen straks, een hormoon, oxytocine of endorfines. En dat zijn allemaal hormonen die je inderdaad wel de stress reduceren en waardoor je je beter voelt. Maar wat wij vervolgens ook nog gedaan hebben, is als die hormonen daar een rol bij spelen, het zijn allemaal hormonen die hebben een effect op je stemming, maar ze hebben ook een effect op je pijnwaarneming. Ze lenigen je pijn. En wat wij dus in een vervolgonderzoek gedaan hebben, hebben we hetzelfde gedaan, maar dan hebben we dus niet alleen de stemming gemeten, maar hebben we de mensen aan een pijntest onderworpen. En wat bleek dus, als die hormonen vrijgemaakt zouden worden, dan zou daar ook een effect op die pijntest te zien moeten zijn. Maar dat vonden we niet.
Dus het is niet zo waarschijnlijk dat dit effect door dat huilen komt en dat het gevolg is van endorfines en oxytocines. Maar dat moet allemaal nog verder en beter uitgezocht worden. Wat wij ook gedaan hebben, nog steeds in het kader van de vraag hoe zit het met het welbevinden en de gezondheid of wat zijn de effecten daarvan van huilen. Wij hebben een grote groep van mensen die al meer dan 15 jaar niet gehuild hadden. En die hebben we vergeleken met een groep van normale huilers. En wat wij vonden, geen verschil in welbevinden. Helemaal hetzelfde. Maar we vonden wel, mensen die huilen zijn wel meer empathisch, voelen zich meer verbonden met anderen en krijgen meer emotionele steun. Dus je ziet dat het erop lijkt dat huilen toch niet zozeer gaat om jezelf beter te voelen of zo, maar vooral dat het een signaal naar anderen is. Dus toen zijn we die richting meer onderzoek op gaan doen. Wat doet het huilen met anderen? Hoe reageren anderen? Dus trouwens nog één ding van de gevolgen van huilen op jezelf. Het kan ook wel zijn dat huilen je duidelijk maakt van, hey, dit is belangrijk voor mij. En je hebt wel eens dat je ontroerd raakt, dat verwachtte je niet. Dat komt bijna letterlijk vanuit je onderbuik en daar word je door verrast. Ik had dat zelf ook eerlijk gezegd, dat was ook aanleiding van mij om met dit onderzoek bezig te gaan. Ik zat thuis naar een film te kijken, wij noemen dat dan een B-film, hè. Ging over een waargebeurde film, over een meisje, tienager, die had kanker, Amerikaanse film, lag in het ziekenhuis en haar vader mocht haar niet bezoeken van zijn werkgever, dan zou hij ontslagen worden. Nou, dat vond dat meisje zo bizar en absurd. Dus die zei van, die nam contact op met de Make Me a Wish Foundation en die zei van, ik wil met de president hierover hebben. Dit moet anders, dit moet beter. En die hebben dat geregeld. En dat is een film uit de jaren 90. Bill Clinton was toen president, die speelde zichzelf, zie je in de film. En die zegt dan zoiets van, dit is het beroemde Oval Office en hier ontvang ik allerlei beroemde mensen en belangrijke mensen uit de hele wereld, maar de allerbelangrijkste, dat ben jij. En ik begin me toch te janken op dat moment. Totaal onverwacht. Maar dat zette mij wel aan het denken. Van, goh, blijkbaar is dat iets, deze situatie, die mij heel erg raakt. En daar was ik me niet van bewust. Dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. He, want, mijn lichaam vertelt me informatie waar ik niet bewust van ben. Dat vond ik wel heel fascinerend. Maar goed, nou even de effecten van huilen op anderen. Wat blijkt? Dat tranen gewoon een heel belangrijke en heel sterke signaalfunctie hebben. Hè? Als je foto's hebt van huilende mensen en je poetst de tranen digitaal weg en je vraagt dan aan de mensen van welke emotie hebben deze mensen, dan weten ze het vaak niet. Verrassing, soms zelfs andere positieve emoties, weet het gewoon niet. Zonder die, maar, en dan met die tranen, ja, verdrietig. Hè? Een heel krachtig signaal. Hè? Dus, en wij hebben zelfs onderzoek gedaan waarbij we die foto's met tranen en zonder tranen maar 50 milliseconden aanboden. Dus echt zo verschrikkelijk snel dat je eigenlijk nog niet eens bewust bent wat je ziet. En zelfs dan gaven de mensen aan met tranen dat ze meer bereid waren om die persoon te helpen dan zonder tranen. Dat is wel bijzonder. Nou, hier heb je een voorbeeld, hè, van de foto's die we gebruiken. Kijk, hier zie je dus wat traantjes. Hè. Hier. En, ja, je ziet het niet zo goed, maar hier ook een beetje. Hè. Dus
Nou, zo hebben we een set foto's van een fotograaf die aanwezig was bij een performance van die Servische artiesten, hoe heet ze ook weer, Abramovic. Ja, daar moesten heel veel mensen huilen en die fotograaf heeft daar allemaal van die huilende mensen foto's gemaakt. Die hebben wij mogen gebruiken. Nou, je ziet dus hier dat met tranen, hè, meer empathisch, mensen voelen zich meer empathisch ten opzichte van die persoon, voelen zich meer verbonden met die persoon en een grotere bereidheid om die persoon te helpen. Hè. Dus het zien van tranen bij anderen, dat lijkt ervoor te zorgen dat we meer empathisch worden en daardoor meer bereid zijn om die persoon te helpen en te steunen. Nou ja, fijn, hier zie je het nog een keer. Dat is echt een heel sterk effect. Hebben we recent in een groot internationaal onderzoek in 41 landen ook weer weten te repliceren. En het grappige wat daar nog een variant was, daar hadden we, ja het staat hier niet bij, maar daar hadden we ook nog de achtergrond van de tranen erbij verteld. He, dat was in dat onderzoek wat we net lieten zien niet. He, we lieten gewoon foto's zien van deze persoon en we zeiden niet waarom dat ze huilde. Maar hier hadden we drie condities. Hadden we een negatieve conditie, we zeiden van deze persoon die heeft net van zijn vriend of vriendin te horen gekregen dat hij de relatie wil verbreken. Dus een negatieve situatie. Een positieve situatie, deze persoon heeft net van zijn vriend of vriendin te horen gekregen dat hij graag met hem wil trouwen. Een positieve situatie. En deze persoon die u hier afgebeeld ziet, die is aan het uien snijden. Dus een neutrale conditie. En nou, zie je, het verrassende is, dit is die negatieve situatie, dit is de bereidheid om te helpen, om steun te verlenen. Nou, die is het grootst hier en hier in de negatieve situatie. Dat is dus logisch. Hè? Maar met tranen, zie je, is die bereidheid weer groter dan zonder tranen. Wat verrassende is, dat geldt dus ook bij het uien snijden. Hè? Dus als je iemand ziet die aan het uien snijden is en hij heeft tranen, dan ben je toch, doordat je die tranen ziet, ben je toch bereid om die persoon meer te helpen. Ondanks dat je weet van, ja, dat komt door die uien. Dus het geeft aan hoe sterk dat signaal is. Nou is, dat is de directe bereidheid om te helpen, maar wat je met emoties in het algemeen en emotionele expressies hebt, is dat daar zit nog veel meer informatie in. Kijk, als ik van iemand weet dat hij boos is omdat hij zijn zin niet heeft gekregen, dan beoordeel ik die persoon heel anders dan wanneer die persoon boos zou zijn om wat er in Oekraïne gebeurt. Om de inval van wat Poetin daar doet. Dus het geeft niet alleen informatie van hij is emotioneel of niet. Nee, het geeft ook informatie over wie die persoon is. Over zijn normen en waarden, et cetera, et cetera. In het enige geval, als het sprake is van wat we noemen een empathische boosheid. Van wat er in de wereld gaande is en ik ben boos omdat er allemaal fout is en verontwaardigd. Nou ja, dat is een heel ander gevoel dan wanneer het puur een egocentrische boosheid is. En zo geldt dat ook voor al emoties en emotionele expressies in het algemeen. En wat wij dus ook gedaan hebben is foto's van huilende mensen en dezelfde foto's of met tranen en dezelfde zonder tranen, die ik net liet zien, en ook gevraagd van wat voor persoon vind je die? En dan vinden we dus steeds dat mensen met tranen zijn aardiger, in geval van misdadigers werd gezegd van die vertonen meer brouw, en soms kregen ze dan ook een lichtere straf als ze met tranen huilden, in plaats van zonder tranen. En terwijl dus enerzijds ook weer in de media zie je vaak van huilers die zijn niet competent, zijn niet professioneel, zijn emotioneel stabiel, niet geschikt voor het werk of niet opgewassen tegen de werkdruk, manipulatief. Dat soort dingen vinden wij eigenlijk niet zo terug in onderzoek. Maar wat wij dus wel vinden is inderdaad mensen die
tranen hebben en die een, waarvan we vinden dat ze een goede reden hebben om te huilen. Dat is ook wel belangrijk, hè? Die vinden we aardiger, warmer, gevoeliger, meer empathisch, betrouwbaarder en eerlijker. Dat zijn de mensen waar we mee van doen willen hebben. Wij willen veel liever iemand die huilt om een goede reden als onze collega, als onze vriend, als onze buurman, als onze babysit hebben, dan iemand die we maar een koude kikker vinden. Kijk, ik ben eens opgebeld door een mevrouw en die zei, meneer Vingerhoets, ze zei van, ik heb al 22 jaar niet gehuild. Toen heb ik een doodgeboren kind gekregen. Is dat erg? Ik zeg, nou, dat kan ik beter aan u vragen. En toen zei ze van, nou, ik vind dat op zich helemaal niet erg. Alleen, zei ze, als er in onze familie verdrietige zaken zijn en ieder loopt te huilen en ik loop daar gewoon, dan zegt iedereen tegen me, god, wat ben jij een enge, koude kikker. Ja, dat vind ik dan heel erg vervelend. Maar verder, zei ze, ja, heb ik daar geen probleem mee. Dat is ook weer een illustratie, dus hoe belangrijk wij toch vinden dat mensen in bepaalde situaties, dan mogen ze gerust huilen. Sterker nog, dat vinden wij eigenlijk wel fijn dat we huilen. Wij hebben ook, dat is op zich wel grappig, al lang geleden toen het Nederlands elftal nog heel goed kon voetballen, in 1998, toen werden ze in Frankrijk in de halve finale uitgeschakeld met penalties door Brazilië. En toen liepen veel van die spelers liepen daar te huilen over het veld. En toen dachten wij van, nou, dan willen wij wel eens weten wat het Nederlandse volk vindt van al die huilende voetballers. Nou, een beetje tot onze grote verrassing was zo dat, nou, nee, was heel positief. Mensen zeiden van, nou, dan zie je tenminste dat ze het niet alleen voor het geld doen. En als ik hun was, dan zou ik het ook gedaan hebben, zou ik ook gehaald hebben. En dan zie je toch, dat zijn zo van die supermensen, maar dan zie je tenminste ook dat het maar toch gewone mensen, net als wij zijn. Dus allerlei redenen, eigenlijk vinden we dat wel fijn. Het normaliseert. En die supermensen die worden dan plotseling ook één van ons. Dit was hoe mensen, huilende mensen, gezien worden. Ze worden als aardiger en socialer, et cetera, gezien. Maar de vraag is, zijn ze dat ook? Zijn mensen die meer geneigd zijn om te huilen, zijn die ook socialer en aardiger? Nou, wij hebben nou net een onderzoek gedaan, dat hopen we dat binnenkort gepubliceerd gaat worden, waarbij we dus van mensen gemeten hebben, hoezeer bent u bereid om te huilen? En vervolgens zeiden we daarna van, nou mag je nog meedoen aan deel 2 van het onderzoek, als je daar zin in hebt. En dat is een oerzaaie, heel vervelende test. Je krijgt 25 pagina's, computerpagina's, vol letters. In totaal, ik geloof, meer dan 22.000 lettertjes. En daar zitten tussen al die lettertjes zitten 200 kleine lettertjes N verborgen. En die moet je zoeken. En daar moet je op klikken. En voor elke die je klikt, daar krijg je 5 cent voor. Dus je kunt totaal 10 euro verdienen als je het volhoudt. Maar je hoeft niet mee te doen en je mag op elk moment ook ermee stoppen als je geen zin meer hebt. Maar we zeiden ook nog, van wat je verdient, dus als er een na 4 ophoudt, dan heeft hij 20 cent verdiend. En als hij na 100 ophoudt, dan heeft hij 5 euro. Zeiden we ook nog, van wat je verdient, 90% gaat naar een goed doel van jouw keuze. Nou, dus er waren al een hoop mensen die zeiden van, nou, laat maar, geef mijn pas. En een aantal die begonnen wel en ja, een aantal die hielden snel op. En anderen die hielden het echt tot eind vol en die hebben echt 10 euro verdiend. Dus 9 euro voor een goed doel. En wat bleek nou inderdaad, het was niet een heel sterk verband, maar het was wel zo dat degenen die meer geneigd waren om te huilen, waren meer bereid om zich daarvoor in te spannen voor het goede doel en het vol te houden met die taak en dus te verdienen voor dat goede doel. Nou, goed, dan wat betreft het effect van huilen op anderen, hè, dat is dus wel belangrijk. Waar hangt dat nog mee samen? Eigenschappen van oordelen over de huilende persoon, hè, op voorhand.
He, dus voorbeeld bijvoorbeeld Hillary Clinton, die heeft tijdens de voorverkiezingen toen ze met Barack Obama streed voor het presidentschap dan, he, om de kandidaatschap van het presidentschap, toen heeft ze moeten huilen. En dan zie je dus dat er zijn globaal drie reacties. Eén is van, dat is allemaal manipulatie. Je moet dat mens niet vertrouwen. Tweede is van incompetentie. Van, dat is gebrek aan competentie. Moeten wij nou op internationaal politiek niveau met zo'n jankert aankomen? En het derde was van, zouden we nou misschien eindelijk eens een echt mens als president krijgen? Dus je ziet heel verschillende reacties op zo'n huilen van zo iemand die natuurlijk op voorhand al samenhangen met of je positief of negatief ten opzichte van Hillary stond. Eigenschappen van de waarnemer zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hè. Als jij als waarnemer heel empathisch bent, dan zul je natuurlijk anders reageren dan wanneer je een psychopaat bent. Hoewel, die kunnen ook empathie goed manipuleren, hè. En simuleren. Hoe gepast en echt men het huilen vindt, hè. Hoe men huilt, dat is ook nog wel interessant. Een tip hier voor de mannen. Als je huilt, mannen, doe dat dan een beetje ingetogen, alleen natte ogen. Maar niet dat er snot uitkomt en de tranen zo. Hè. Je moet uitstralen van, ik ben sensitief, ik ben gevoelig, maar ik heb me onder controle. Daar vallen vrouwen blijkbaar voor. Dus die tip wil ik de mannen even meegeven. Nou, dan de relatie tussen de huilende persoon en de waarnemer. Ja, gaat het om een cliënt en een psychotherapeut? Of gaat het om twee romantische partners? Of een kind en een ouder? Etcetera. Of een baas en een werknemer? Etcetera. Dat maakt allemaal natuurlijk uit. Hè. Dus het zijn allemaal factoren die daar wel belangrijk zijn. Nou, tijd om op te houden. Wat zijn belangrijke conclusies? Oeps, ik ga de verkeerde kant op. Nou, alleen mensen huilen met tranen vanwege lange kindertijd. Nou ja, een beetje staat dan op zijn kop. Hè. Huilen vertoont een belangrijk ontwikkelingspatroon met het ouder worden. Hè. Dat is dus heel belangrijk, hè, die reden waarom we gaan huilen. Of huilen opluchten is afhankelijk van de persoon en specifieke omstandigheden en vooral dus reacties van anderen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat huilen een belangrijke factor is voor onze gezondheid en pijnbeleving. Tranen hebben een grote invloed op hoe we anderen zien en wat we doen. Hoe reageren naar die anderen. En eigenlijk het meest belangrijke conclusie is wel tranen verbinden. Het zorgt ervoor nogmaals dat het bevordert de empathische krachten in andere mensen. En daardoor is dat een enorme bindende kracht. Goed, wilt u nog meer weten over huilen en over emoties in het algemeen, dan moet u vooral dit boek kopen. Dank u voor je aandacht. Dankjewel, Ad. Een heel grondige verhaal over tranen en emoties. Ik heb het boek ook even meegenomen. Ik heb het zelf ook gelezen. Een heel interessant boek waarin je nog nader uitlegt op grond van welke onderzoeken je dit ook allemaal hebt verteld. Eén ding viel me op, en dat staat wel in het boek, maar je noemt het hier niet, dat zijn de cultuurverschillen. Ja. Wat jij hier allemaal vertelde vanavond, geldt dit voor iedereen op de hele wereld? Of is dit toch onderzoek wat zich voornamelijk heeft afgespeeld in, nou ja, Amerika, Europa? Kun je daar iets over zeggen, over cultuurverschillen? Ja, nou, dat laatste is waar. Dus er zijn een paar onderzoeken. Een van mijn eerste onderzoeken was een groot onderzoek in 37 landen. En wat ik net vertelde was ook een onderzoek in 41 landen. Dus, maar voor de verdere rest is het allemaal Nederland, Kroatië, Denemarken, Noorwegen, Amerika en Engeland. Mijn vermoeden is, dus anders kan ik niet zeggen, vermoeden, educated guess, is dat als je gaat kijken naar huilen in een intieme setting,
dat daar de verschillen tussen culturen beperkt zijn. He, dus ik liet zien, he, dus 's avonds tussen 8 en 10 uur, vooral wanneer mensen thuis zijn, en ik denk dus in de beslotenheid van een huis, de hut, tent of de iglo of wat dan ook, ik denk dat dat misschien wel een beetje hetzelfde is. Maar als je gaat kijken naar huilen in de publieke setting, dan zie je wel af en toe grote verschillen. He, dus er wordt in andere culturen wordt er veel gehuild bij het bidden. Bij allerlei herdenkingen. Je hebt dan te maken met wat wij met een technische term noemen display rules. En dat zijn eigenlijk impliciete regels van hoe je je dient te gedragen in een publieke setting wanneer er iets gebeurt. Weeklagen als iemand dood is. En een paar heel bijzondere zaken zijn bijvoorbeeld, je hebt culturen, indianenculturen, waar ze huilen als een ontmoetingsritueel hebben. Dus in plaats van een hand te geven of een hoed op te nemen, gaan die even huilen. Aha. En dat is ook dus een krachtig signaal naar elkaar toe. Ik heb niks kwaads in de zin, ik wil me met jou verbinden. En dat is een heel fascinerend gegeven. Ik denk ook, wij kunnen ons daar niet voorstellen dat je dat zou kunnen. Hè? Mm-hmm. Maar blijkbaar is dat dus mogelijk voor mensen om als we in zo'n cultuur opgroeien, om dan in die situatie te huilen. Ik las ook ergens dat wij denken vaak dat mensen in meer zuidelijke landen van Europa, bijvoorbeeld Italië, Spanje, dat die expressiever zijn. Ja. En dat ze daarom ook meer geneigd zijn om eerder te huilen. Maar dat helemaal niet zo is. Nee, dat is op zich wel grappig. Ja. Want er is dus inderdaad onderzoek gedaan dat in warmere landen, dat ze daar emotioneel expressiever zijn. En wij hebben dus dat gedaan met specifiek huilen. En daar bleek precies het omgekeerde. We vonden een heel sterk negatieve samenhang met de gemiddelde jaartemperatuur. Dus hoe kouder, hoe meer er gehuild werd. Aha. Dus niet in Italië en Spanje, nee, in Scandinavië en IJsland. Daar wordt vooral Maar gehuild. Nu zit ik opeens te denken aan ja, jij gaat heel erg uit van de evolutie, hè? En wat is de functie van het huilen? En je liet dat plaatje zien van een hoofd, waarbij je dan ziet dat op een gegeven moment die neus heel warm wordt. Ja. Zou dat ook een reden kunnen zijn dat mensen in noordelijke landen, waar het koud is, eerder huilen, omdat ze dan wat warmer worden? Geen idee. Je kunt aan zoveel dingen denken. Mm-hmm. Kijk, een van de dingen waar ik zelf toen aan dacht van, zou het misschien mee te maken hebben. Kijk, in warme landen, als je daar op vakantie bent, dan zie je dat ook kinderen en iedereen leeft daar op straat tot laat in de avond. Mm-hmm. Hè? Ja, en dan ga je niet huilen, hè? Dat doe je niet op straat. Nee. Dat doe je dus thuis. En misschien dat de mensen die in het noorden wonen, dat die wel, ja, die zitten misschien thuis naar een jankfilm te kijken. Mm-hmm. en toen heb ik dus gedacht van, als dat zo is, dan zou het moeten zijn dat wij in Nederland in de zomer minder huilen dan in de winter. En dat heb ik onderzocht. En die trend zat er wel een beetje in, maar dat was heel zwak. Okay. Maar het kan ook te maken hebben met hoe vrij je je voelt om je emotioneel te uiten. Mm-hmm. Daar kan het ook mee te maken hebben. We weten ook wel dat er in het noorden dat daar toch meer sprake is ook van zelfmoord en dat soort dingen. Dat er meer somberte is en zo. Dus daar zou het ook nog mee te maken kunnen hebben. Dus er zijn zoveel factoren die daarin mee kunnen spelen. Dat is best lastig. Hè. Wat mij verder ook opviel in je verhaal, en dan ga ik even naar de vragen van jullie, is die discrepantie die jij noemt tussen onderzoek naar huilende mensen die over het algemeen als warm en empathisch en eerlijk en betrouwbaar worden gezien, terwijl in de media huilende mensen worden gezien als zwak en incompetent en emotioneel instabiel. Snap jij dat? Ja, het kan eigenlijk alleen maar zijn dus dat men zich baseert op privégevoelens of zo. Hè? Ik vind dat ook heel opmerkelijk. Ja, ik vind het heel bijzonder, omdat dat uit jullie onderzoek heel anders naar voren komt. Vragen van het publiek. Steek jullie vinger op. Ik zie hier in ieder geval één vinger.
U zei dat vrouwen meer huilen dan mannen. Geldt dat ook voor geëmancipeerde vrouwen? dat is een goede vraag. En ik weet het niet 100% zeker, maar het lijkt erop dat hoe geëmancipeerder, hoe meer ze huilen. In ieder geval is het zo dus, bij die verschillen tussen landen, daar bleken de verschillen tussen mannen en vrouwen groter als de gelijkheid tussen mannen en vrouwen groter was. Dus dat verbaasde ons ook, ja. Ja. Oké, nog meer vragen. Steek je vinger op, dan kom ik naar je toe. De moleculaire samenstelling van het traanvocht is variabel. En bij de drie vormen van redenen om te huilen die u noemde, is daar verschil tussen gemaakt. En wat zijn die verschillen? Is er bijvoorbeeld meer natrium of meer kalium wat je kwijtraakt? Of dopamine, mijn part, ja. Of serotonine? Nou, dat is niet zo uitvoerig onderzocht. Er is in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat was William Frey, dat was een biochemicus, die ook gefascineerd raakte door tranenonderzoek. En die heeft toen uientranen vergeleken met emotionele tranen. En die vond dat er in emotionele tranen meer eiwitten zaten. Sec, zonder dat nader te ik denk dat dat toen nog niet eens kon. Maar wat dat dan betekent, voor hem was dat een aanwijzing, ook weer zo'n theorie waar ik echt totaal niet in geloof, maar hij nam al aan dat als mensen huilen, voelen ze zich beter. En hij zei, dat is het mechanisme. Wij voelen ons beter omdat met het huilen, hij zei, eigenlijk beschouw niet die traanklieren als een soort nieren. Hij zei, dat reinigt het bloed. He, en in die traanklieren, daar zitten allerlei toxische stoffen en stresshormonen en zo. En dat komt uit het bloed en daarom voelen we ons beter. Nou, als dat zo is, he, de samenstelling van de traanklieren, in veel opzichten is die vergelijkbaar met de speekselklieren. Dus dan zou je ook goed moeten voelen als je kwijlt. Dat heb ik nog nooit gehoord. En dan zou je ook kunnen zeggen van, ja, er is een tranentherapie, hè, van je voelt je niet goed, ga maar uien schillen en dan wordt je bloed gereinigd en dan voel je je weer beter. Geloof ik ook niet dat zo werkt. Hè. Maar verder is daar weinig onderzoek naar gedaan. Maar het is dus wel zo, wat ik zei, van die tranen, die worden dus rechtstreeks uit het bloed gemaakt. Kijk, dus je kunt aannemen, op het moment dat jij in een stresssituatie zit en jouw cortisol is hoog en je adrenaline is hoog, dan zal er ook in je traanvocht wellicht meer van die stoffen zitten dan wanneer je in een relaxte situatie zit. Dus dat is op zich niet zo wonderlijk. Hè? Want voor het speeksel weten we dat. Want wij gebruiken in stressonderzoek, wat we tegenwoordig vaak doen als wij stresshormonen willen weten, dan nemen we geen bloedmonsters, maar dan werken met een wattenstaafje, watje doe je in de mond en dan nemen we speekselmonsters. Maar tranen, ja, dat is een beetje ingewikkeld, ook omdat dus meespeelt, je hebt die emotionele tranen, maar dan doorheen spelen ook nog die basale tranen. En daar zou je geen effect van verwachten, dus dat is best lastig. En ook tranen opvangen, dat is nog niet zo makkelijk hoor. Heb ik me een paar keer aan verteld. Ad, jij vertelde helemaal in het begin van je verhaal dat er een nieuw onderzoek is naar naar dieren. En ja, dat daaruit gebleken is dat honden meer traanvocht produceren als ze hun baasje weer zien. En dat je dat bij de muizen ook ziet, niet met hun baasje, maar met soortgenoten. Hè, ja, die met ze weer, met hun kindjes. En met het zogen van hun jonkies. Ja. Maar wordt er nog meer van dat onderzoek gedaan? Of is dit echt nieuw dat dit nu gepresenteerd is? Ja, krijgt dit een vervolg? Ja, ik neem aan dat dit een vervolg krijgt. Ja. Dus ik heb contact opgenomen met die mensen. Daar heb ik overigens nog geen reactie op gekregen. Van,
van, vinden jullie nou eigenlijk ook niet zo raar dat jullie dat vinden bij dat weerzien? Hè? Ja. Wat ja. gebeurt? Ik wil nou toch ook wel eens weten van, als je die jonkies bij de moeder weghaalt en ze gaan dus distress, die separation ja. calls, hè, ja. dus dat vocale huilen, of dat er dan ook sprake ja. van. Ja. Dat lijkt me zo voor de hand liggend om dat ook te gaan onderzoeken. Ja. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe het bij katten is, bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, honden zijn, daar moest ik even aan denken, maar ik weet absoluut niet of zoiets hout snijdt. Maar honden zijn al heel lang gedomesticeerd. Dus zou je je kunnen voorstellen dat ze een beetje hun baas zien, dat ze de mensen en hun gedrag weer spiegelen? Nou, wat wel onderzocht is, is op zich een mooi onderzoek van als een baas alleen maar pretendeert dat hij huilt, daar reageert een hond onmiddellijk op. Mm-hmm. En die vertoont dan echt specifiek, ja. Ja, je zou kunnen zeggen, aandacht, troostgedrag. Ja. Zo'n kopje zo scheef houden, een beetje meehuilen. Ja. Zo. Dus dat heeft echt wel een effect. En dat is gewoon casuïstiek, maar wel heel leuk. Er is het begin van de vorige eeuw was er een Russische etoloog en die had een chimpansee in huis genomen. En die was precies zo oud als haar kind. Dan weet ik even niet of het een zoon of een dochter had, maar dat maakt niet uit. Mm-hmm. Maar dan kon ze in ieder geval vergelijken hoe de ontwikkeling was van dat kind en hoe die ontwikkeling was van de chimpansee. Maar wat het leuke anekdote was, dat op een gegeven moment was die aap ontsnapt. En die was boven op het dak van het huis geklommen. En zij wilde dus natuurlijk dat beest weer terugkwam in zijn kooi. En nou, van alles met bananen en van alles deed ze. En dat lukte geen van allen. En toen ging ze op een bankje zitten en deed ze net of ze huilde. En onmiddellijk kwam die aap van het dak aangesneld. En die keek al in het rond of er gevaar was. En die begon er ook te aaien en te troosten. En dus heeft blijkbaar kan het op dieren toch ook wel een heel sterk effect hebben. Ja, ja, ja. Mooi verhaal, ja. 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 Even kijken, is er nog iemand met een vraag? Ja. Het gebeurt ook wel eens dat je moet gapen van vermoeidheid. En dat je dan daarna ook tranenogen hebt. Ja. Wat is dan precies de functie van tranen? Nou, ik denk dat ook, want dat wil ik dan in het verlengde daarvan meteen behandelen, van tranen van het lachen. En ik denk dat in beide gevallen dat er ook sprake is van dat je doet. Dat je dus druk uitoefent op die oogbol en dat dus op die manier dus die traanklieren gestimuleerd worden. He, dat geldt dus voor, volgens mij dus voor lachen, voor gapen en overgeven. Ook nog zo'n situatie als mensen. He, dan zie je ook wel dat je traanogen krijgt. Ik denk dat allemaal daarmee te maken heeft. Oké, nog meer vragen? Meneer. Ik vroeg me af of er. Het zijn eigenlijk twee vragen. Is er verband tussen huilen en voeding? He, dus huilen vleeseters meer dan vegetariërs bijvoorbeeld? He? Of huil je meer als je honger hebt? Of, he? En, maar ook. Of je. Nou, nee, laten we daar eerst even bij halen. Huilen en voeding. Ja, huilen en voeding specifiek weet ik niet. Het is wel zo, dat is wel bekend, dat als mensen gedronken hebben. Dus als ze alcohol gedronken hebben, dan dat kan de huildrempel wel verlagen. Dan gaan ze makkelijker huilen als ze een pilsje te veel op hebben of een wijntje te veel. En bij bepaalde drugs geldt dat ook, dat mensen makkelijker huilen. En omgekeerd ook, hè, dus antidepressiva en zo, daarvan stoppen mensen met huilen. Hè. Prozac bijvoorbeeld heeft een sterk remmend effect op huilen. Dat is ook wel bekend. Ja, en verder, ja, ik heb hier een. Oh. Hij is weg. Kan ik die nog? Ja, hier. Hier staan dus allerlei zaken. Kijk, in feite kijken wij naar huilen van verschillen tussen mensen. Van, je hebt enerzijds, dat is min of meer genetisch bepaald, een hogere of lagere huildrempel.
He, dus de geneigdheid om te huilen is bij de een groter dan. Maar, en daarnaast heb je natuurlijk toch externe situaties die je. Ik bedoel, ook al heb je nog een lage zo'n lage drempel, er moet altijd wel iets gebeuren, wil je gaan huilen. He. Dus dat is zeker ook als je bijvoorbeeld verschil tussen mannen en vrouwen. He. Waar ligt dat aan? Er zijn 4 factoren. Meestal wordt meteen geroepen, ja, dat ligt natuurlijk aan de hormonen. Speelt zeker mee. En dan denk ik dat het belangrijker is dat testosteron, dus mannelijk geslachtshormoon, dat een remmende invloed heeft op huilen, dan dat er vrouwelijke hormonen zijn die het huilen makkelijker maken of stimuleren. Misschien prolactine, hè, maar testosteron is in ieder geval duidelijk dat een remmende invloed heeft. Sociale invloeden, hè, van als je pa en ma altijd zeggen van als jongetje van kom op, flink zijn, je mag niet huilen. Of je krijgt zelfs klappen als je huilt. Hè. Nou, dat kan ook wel degelijk een blijvende invloed hebben op je huilgedrag. En als ze dus bij meisjes dat meer accepteren en tolereren, ja, dat speelt mee. Wat ook meespeelt is toch dat. Kijk, als je kijkt naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, die heel sterke situaties, rouw, liefdesverdriet en heimwee, dan zijn die verschillen tussen mannen en vrouwen nog niet eens zo groot. Maar die verschillen zijn wel groot om kleinere, meer alledaagse situaties dan ervaren vrouwen sneller machteloosheid. Conflict situaties bijvoorbeeld, dan ervaren ze machteloze woede. He, maar ook als de computer het niet doet, als de auto niet start, kleinere alledaagse dingen, iets lukt niet of zo, dan mannen, ik zeg altijd maar, mannen gaan vloeken en vrouwen gaan huilen. En daar vind je die grote verschillen. En wat we niet moeten vergeten, los daarvan, simpelweg de blootstelling aan emotionele situaties. Ik heb nog nooit een man ontmoet die zegt van, ah, vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv, daar ga ik eens lekker voor zitten. Vrouwen doen dat wel. Maar ook keuze van beroep. Er zijn nog steeds veel meer vrouwen die werken in de gezondheidszorg, waar de kans op blootstelling aan emotionele situaties groter is natuurlijk dan wanneer je in de bouw of in de IT werkt. Dus dat zijn allerlei factoren die daarin meespelen. En dan hier heb je nog een aantal zaken die ook die huildrempel weer tijdelijk kunnen verlagen of verhogen.